Helemaal leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 28 januari en mijn nichtje Kiki is vandaag 18 geworden. Dus dat is heel erg leuk. En over een paar dagen ben ik ook jarig. Ik ga even kijken hoeveel dagen nog. Nog 16 dagen. Dat is woensdag over 2 weken. Dan word ik 19. En ik kan echt niet wachten, want ik ga echt iets heel erg leuks doen met vriendinnetjes. We gaan een pyjama dinner houden. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. En om 4 jaar gaan we lekker bij Loetje uit eten met mijn ouders. En met Miel en mijn broertje. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het is nu... Hoe laat is het? Het is 12:30. Ik ben even goede tijden aan het kijken. En ik ga zo meteen naar school toe en Sharp halen. Vandaag zit ik tot 5:30 op school. En daarna moet ik eventjes iets voor Engels afmaken. Een soort presentatie heb ik morgen. En daarvoor moet ik de tekst even vertalen nog. En dan daarna ga ik dansen. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb deze trui aan vandaag van de H&M. En gewoon een sportlegging. Want ik had echt geen zin om moeite te doen voor mijn outfit. Ik doe er ook gewoon mijn Sandra's bij aan. En lekker mijn winterjas. Want ik heb er echt geen zin in vandaag. Ik ga even mijn schoolkoffer inpakken. Want ik moet mijn spullen meenemen naar school. Dus dat ga ik nu doen. Ik gebruik vooral altijd deze koffer. Van Suit Suit. Dit is een handbagageformaat. En oh my god jongens, ik weet niet of ik het al verteld had. In de vorige week vlog. Maar ik heb dus vakantie geboekt met Dagmar, Joey, Twan, Keer en Romy. En we gaan naar Caruela. Dat is in Spanje. Bij Malaga. En oh my god, ik heb er zoveel zin in. We gaan van zondag tot vrijdag. In de zomervakantie dus. En ik heb er echt onwijs veel zin in. En ja. Ik dacht misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik in mijn koffer meeneem. Als we net zoals vandaag handen gaan oefenen. Als allereerst zout. Dit is eigenlijk voor een voetbadje, maar ik neem het maar gewoon even voor de zekerheid mee. Prullenbakje. En hierin zit een pot crème verstopt. Een handpadje om zeg maar je handen even in te weken. Hier zitten nagelknippertjes, velletang, nagellakjes en zo in. Bakjes om watjes en wattenstaafjes in te doen. Nagellak remover, alcohol, een praktijkjasje. Een hoeslaker voor om de stoel heen. En allemaal handdoeken. Dus dat neem ik altijd mee naar school als we handen gaan doen. Ik dacht misschien is het wel leuk om een keertje... Maar om binnenkort een soort van video te maken over mijn opleiding. Want ik krijg er altijd heel erg veel vragen over. En we zitten natuurlijk in januari, februari nu. Dat is de periode dat iedereen naar scholen gaat kijken. Zich gaat inschrijven en dat soort dingen. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om binnenkort een video te maken over mijn opleiding. Dus heb je nou nog vragen over mijn opleiding? Stel ze in de reacties, want dan kan ik ze die ook beantwoorden in de video. Ik denk dat die ergens midden februari online gaat komen ofzo. Maar dit is dus altijd wat ik... meeneem. Ik ga hem even dicht doen. En wat dus echt chill is met deze koffer is dat hij precies tussen mijn benen past op de scooter. Dus dat is heel erg chill. Ik ga even mijn haar doen. Even wat eten maken. Ontbijt. Ga ik het opeten. Of nou, ondertussen is het al lunch, want het is 12:30. En dan ga ik Char ophalen en dan naar school toe. Ik zit op de scooter terug en we gaan echt vanaf dansen naar huis. En we gaan niet zo hard. Maar ging ik vandaag eerlijk weten? Oh, best wel goed vandaag. Je camera goed. Oh, mijn scooter is uitgevallen. Ik moet even opnieuw stoppen. Ja. Is het licht wel aan? Ja. Ja. Maar ging het best wel goed op keer vandaag? Ja. Want als ik wel best goed gaan. En 10 maart hebben wij de show, dus dan gaan we ook lekker vloggen. Kunnen jullie het eindelijk zien? Want jullie zeggen altijd, wil je filmen als je gaat dansen? Maar ik ben niet degene die mag bepalen of ik daar mag filmen, ja of nee. Dus ik denk echt wel dat... Nee, maar ik ga dat niet in de les doen. Ik ga gewoon straks als we die show hebben, ga ik het gewoon filmen met de Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Zoals je misschien kunt zien is mijn gezicht hier en daar een beetje rood. Ook op mijn neus en hier. En hier waar het komt omdat ik net een paar van die kleine mee-eetertjes heb uitgeknipt. Ik vind het zo lekker om gewoon op neus te knijpen en dat er gewoon dingetjes uitkomen. Sorry voor de informatie, maar dat heb ik net tussen gedaan. Ik moet vandaag naar school toe. Ik heb vandaag mijn Engels presentatie. Waar ik niet echt per se heel erg zenuwachtig voor ben. Want dit is een oefenpresentatie en dan volgens mij in... maart of zo heb ik de echte en die telt dan als mijn examen. Maar eerst gaan Char en ik even alle vlogpakketjes van afgelopen weekend op de post doen. Dus om 9 uur is Char hier. Het is nu... Even kijken. Het is nu 9:15. Dus over een kwartiertje is Char hier. Dan gaan we even naar de Primera, want daar heb je PostNL. Daar gaan we even alle pakketjes afleveren. Ik ga nu even mijn tas inpakken.
En even mijn ringen omdoen. Als je nou wil weten waar al mijn sieraden van zijn. Dan krijg ik nog steeds heel vaak de vraag over. Maar daar heb ik dus in de kerstvakantie een video over gemaakt. Dus die zal ik wel even onder in de beschrijving linken. Zodat als je wil weten waar al mijn sieraden zo van zijn. Dan kan je die even kijken. Wat ik vandaag aan heb is deze bruine trui van Chiquel. En gewoon deze donkergrijze spijkerbroek van de Pieces. Maar die heb ik echt al... Die kocht ik toen ik 17 werd. Dus dat is al bijna 2 jaar. Over 15 dagen ben ik jarig, jongens. Oh my god. Ik ga even mijn tas inpakken. En dan zit ik tot 4 uur op school. En om 4:15 heb ik rijles. En dan na het eten ga ik sporten met Zoe. Dus dat is lekker een druk dagje. En ik heb geen zin in vandaag. En ik heb ook echt geen zin in rijles. Maar oké. Het moet gebeuren. Een flesje bij jou in de kamer. Short en dilemma. Wat ze zal nemen. We hebben ook allebei een dingetje met filet. Maar ik heb en allebei een heel stuk brood. En ik heb bruin. Ik wil weer de gezondheid. Ik. Ze hebben het prijs verhoogd. Ja, alles is tot 9%. Nee, nu. Want kijk, dit is eerst 82. Oh, maar die is misschien met erin. Kijk, of dit. Ja, en dit is 1 liter en dit is 1,5 liter. Gezond. Ze hebben zelfs met kokos. Eeuw, dat is 0 calorieën. Kan ik dit nemen? Car van Cevitan. Net zo wil je anders op de post gegaan. Ik weet niet wat ik anders wil. Oh, ik heb water volgens mij bij me trouwens. Ik heb geen zin, dat is zo saai. Ik heb gewoon een dikke papa. Kijk dan. Hoe schattig. Ik ben tussen school en van rijles. Rijles ging eigenlijk best wel goed. Ik heb binnenkort ergens mijn tussentijdstoets en praktijkexamen. Ik ga nog niet zeggen wanneer. Want Charles zegt altijd dat het geluk brengt als je het voor jezelf houdt. Dus ik ga kijken of het bij mij ook geluk brengt. Er zijn wel een paar mensen die het weten. Maar ik ga het nog proberen even geheim te houden. Maar ik had een pakketje bij de Zara besteld. Want er is nog steeds sale bij de Zara. Alle laatste items. En ik zag nog 3 items in mijn maat die ik heel erg leuk vond. En het was nu echt rete goedkoop. Ik heb namelijk een rokje besteld die ik al heb. Die was toen 25 euro. Dus die was toen maar 8 euro. Maar dat rokje die had ik dus een keer aan naar een feestje. En daardoor zijn er allemaal soort van touwtjes aangekomen. Althans, nou, ik laat het zo meteen wel even zien. Ik ga eerst even dit pakketje openmaken. Want ik ben heel benieuwd. Oh. Als ik nog linkjes kan vinden, zal ik die even in de beschrijving zetten. Maar omdat er nu een sale bij de Zara is, is het heel moeilijk om linkjes te vinden. Oh, ik ben zo dom. Ik ging die plakrand met mijn nagel openmaken en dan heb ik een papiersneeuw op mijn nagel. Oké, hij is open. Ik heb 3 dingetjes besteld dus. Als allereerst het rokje waar ik over had, is dit panterrokje. Als mensen mij volgen of mijn vlogs al wat langer kijken of op Instagram volgen, weten ze dat ik dit rokje al heb. Maar kijk, deze raventjes bedoel ik dus. En het is nog niet echt storend bij die ander, maar ik was gewoon bang dat die rok dan snel lelijk zou worden en dat ik hem niet meer kon dragen. Dus ik heb gewoon als een soort van backup deze rok gekocht. Echt heel erg eigenlijk. Maar ik vind deze rok zo leuk. En normaal was deze dus 26 euro, nu nog maar 8 euro in de sale. En ik heb deze in een maatje S. Mijn maatje XS was wel heel erg kort. Dus ik heb hem in een maatje S en ik vind hem gewoon heel erg leuk. Dus ik heb hem eigenlijk soort van als backup gekocht. Echt heel slecht, maar oké. Dan nog een dierenprintrokje. En dat is deze met slangenprint. Ik weet niet of ik deze per se heel leuk vind. Op de foto zag hij er wat leuker uit. Maar misschien als ik hem aan heb. Deze was normaal gratis. Nee, ik weet niet hoe duur deze normaal was. Ik denk ook rond de 26 euro zoiets. En die was nu ook nog maar 8 euro. En deze heb ik wel een maatje XS. Ik weet niet waarom, maar is het nou een... Oh, het is een broekje, jongens. Wat heerlijk. Het is dus gewoon een broekje. Dus ik kan gewoon mijn benen omhoog doen. Zonder dat mensen mijn onderbroek zien. Ik ga het zo meteen trouwens even passen voor jullie, hoor. En dan als laatste heb ik deze top. En deze vond ik echt heel erg mooi. Deze. Even kijken hoor, of je dat stofje goed kan zien. Want het is een beetje... Het is gewoon echt stof met allemaal verschillende soorten kleurtjes erin. En voornamelijk groen. Deze was normaal 15 euro. En was nu volgens mij nog maar ook 8 of 6 euro of zo. 7. Geen idee. Deze heb ik ook in een maatje S. En de achterkant heeft ook een V-hals. Maar is gewoon van zwart stofje. Dus deze.
Die vind ik heel erg leuk. Ik zal wel even de codes laten zien. Als je, even kijken. Als je deze code invult op de H&M-site, kom je als het goed is, of op de Zara-site kom je als het goed is tegen. Als je nu weer kan vinden, is die dus denk ik uitverkocht. Voor hetzelfde geldt met dit rokje. Als je deze code invult, krijg je, of bij, gewoon bij dat zoekbalkje, dan krijg je als het goed is dit rokje te zien. Tenzij die is uitverkocht. En bij dit rokje precies hetzelfde. Namelijk die code. Die begint met de 8. Dus ik ga even alles voor jullie passen. En daarna omkleden voor sporten. Want ik ga met z'n allen sporten. Oh my god jongens, ik weet niet of je het kan zien. Maar ik heb hier een hele snee nu. Oeh, zo pijn. Maar oké, dit is dat panterrokje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Maar ja, ik had deze natuurlijk al. Dus ik wist eigenlijk wel dat hij zou passen. Maar ik vind dit leuk. Maar dan deze trui maar dan in het wit. Een beetje zo erin. En ik heb dan een bruin suede jasje erop. Dat vind ik wel heel erg leuk. Oké, dit is het slangenrokje. Broekje, want kijk, het lijkt een beetje op een rokje. Althans, ik vind wel dat je een beetje kan zien dat het een broekje is. Maar ik vind hem echt super schattig. Kijk, heel leuk. Deze was dus nu ook maar 8 euro, dus toch geen geld. Kijk, heel leuk. En met deze kan je hem er gewoon verstellen. Maar als je die band niet leuk vindt, kun je die er ook gewoon afhalen. En dan heb je gewoon alleen een broekje. Of nou ja, rokje. Kijk maar. Tadaa. Ik hou van mijn zaklamp zodat je het beter kan zien. Maar dit is de top. Maar ik weet niet of ik hem heel leuk vind. Want hij valt best wel een beetje als een zak naar beneden. Sowieso niet met dit rokje hoor, eronder. Maar ja, ik weet niet. Terwijl ik vind het wel echt een heel mooi iets. Over deze twijfel ik nog een beetje. Oh jongens, het sneeuwt buiten. Het is woensdagochtend. Dus Sjar en ik gaan met de tram naar school. Alweer. Ja, alweer. We gaan echt nooit met de tram. En nu gaan we gewoon 2 keer in een week. Maar het sneeuwt nu nog niet echt hard. Je ziet ook helemaal niks. Maar het gaat dus straks heel hard sneeuwen. En wij zijn pas om 5 uur vrij. Dus om 5 uur ligt er bakken met sneeuw. Dus. Oh, we zijn wel op tijd trouwens. Ja, goed hè? Ik had om 7 uur mijn wekker gezet. Vraag me niet waarom. Ja, ik kreeg een appje van jou op 7:10. En toen dacht ik, meid, je kan gewoon nog 20 minuten slapen. Ik denk dat dit mijn nieuwe tactiek is. Dat ik gewoon eerder mijn wekker zet, zo ik langer de tijd heb om wakker te worden. Ik doe dat oprecht, hè. Want ik zet dan mijn wekker om 7:30. En ik ga pas om 7:45 mijn bed uit. Ja, eerst begreep ik dat nooit van jou, maar nu begrijp ik je wel. Jongen, het sneeuwt. Kan je het zien eigenlijk dat het sneeuwt? Nee, je ziet het niet. Het is helemaal echt hetzelfde. Nee. Volgens mij komt het. Oh nee. Je denkt echt op een verzilverd ratje als je ziet. Het is zo schat. Ik wil niet naar school. Ja, we gaan vandaag het ene spel doen, hè, over de streep. Echt? De vorige week was dat wijfje ziek. Dus gaan we dat nu vandaag doen? Volgens mij wel. Ik heb, als het goed is, mijn moeder geregeld voor voeten. Oh, nou, ik hoop het voor je. Want ik heb dus Eve geappt, die verlies. Ik heb Lo geappt, maar Eve die heeft wel gewoon prima nagels, maar meteen heeft ze zondag geknipt. Ja jongens, we hebben dus mama maandag. Ik heb maandag een sharp, dinsdag hebben we hand-voetexamen. En zeg maar, je model moet goedgekeurd worden dat er handnagels lang genoeg zijn en voeten. Maar weet je hoe awkward het is om aan mensen te vragen of ze een foto willen sturen van hun voeten? Om te kijken of mijn nagels lang genoeg zijn. Maar iedereen knipt het. Ik heb helemaal tieten. Zei je tieten? Iedereen knipt het. Nee, je zei toch, weet je hoe awkward het is om te vragen of een foto kan sturen van je tieten? Van je tenen. Oh, ik dacht dat je tieten zijn. Nee. Maar mijn oma heb ik dus haar handen voor. Ik moet alleen nog iemand voor voeten. Kent de support. Ja. Mijn moeder gaat zo meteen foto's sturen van haar tenen. Dus ik hoop dat. Ik hoop het ook voor mijn moeder. Want Lodi weet het pas als ze een nieuw rooster opzet. Maar ze weet niet wanneer een nieuw rooster opzet. Maar ik heb niemand voor tenen. Wie heb je voor handen? Ja, alleen mijn vader zou ik voor tenen kunnen hebben. Wie heb je voor handen? Lo, Eva. Oh, of Felies. Ja, ik heb ook handen al, maar voeten heb ik nog niet. Oh, dat is fucking irritant. Maar ik denk dat ik gewoon. Maar weet je wat het kut is? Ik hoop dat we dan gewoon voet krijgen. Sjar en ik hebben een pokeball samen op school gesteld. Volgens mij hebben we het wel goed gedaan. Qua ingrediënten en zo. Ik krijg hem niet open. Oh ja, goh, garnalen. Die moet je er even afhalen hoor. Die zijn warm. Wat is dit? Waarom is het zwart? Het zijn zwarte bolletjes in plaats van oranje. Smaakt het hetzelfde? Ja. Wat is er voor? Deze mag jij hoor. Ja, de garnalen van je. Lekker. Maar hoe gaan we dit mixen? Misschien moeten we even dicht doen en dan even schudden. Fleur, als je hem dicht doet, is er geen speling voor schudden. Een klein beetje dicht, wacht.
Ik zou gewoon met het vorkje doen, niet op stage altijd doen. Oh, kut. Wel pissie een beetje geschud. Hoe de fuck kan je dit? Wil je extra soja? Ja. Ik vond het zwart er heel raar uitzien. Ja. Ik krijg hem weer open. Ik kan maar het gaat spuiten. Misschien moeten we het gewoon los eten. Zeg maar, ik bedoel... Ja. Doe deze even. Kopen. Kijk, niet kopen. Ik ben thuis uit school en ik zie nu dat mijn camera bijna leeg is. Maar ik wil even zo'n pakketje laten zien die ik heb gekregen van de Dutch Blend. Want ik heb dus samenwerking met hun. En ik heb twee dingetjes opgestuurd gekregen van de Perditi. Ik kan het nooit zo goed uitspreken, collectie. Als eerst een zwarte leren tas. Ik zal even een foto in beeld zetten ervan hoe je er echt uitziet. En ik zal even linkjes in de beschrijving zetten. Maar deze tas is dus van echt leer. En hij is zwart. En het is zeg maar zo'n paperback. Ik zal hem van het weekend nog even wat beter laten zien. Of morgen. Maar mijn camera is bijna leeg. En ik heb nog een horloge gekregen. En ik zal even het doosje openmaken. Het is een heel klein, schattig zilver horloge. Kijk. Dit past echt veel meer bij mij dan die andere horloges. Maar ik vind het echt zo schattig. Dus ik ga hem zo meteen even in elkaar zetten. Ik ga zo meteen pannenkoeken eten. En dan vanavond ga ik sporten met Miel. En dan blijft hij hier slapen. Dus dat is heel erg gezellig. Ik ga even mijn camera opruimen. Want het is echt een hele grote bende. En mijn camera aan de opladen doen. En ja, hij is leeg. Ja. Hoi allemaal. Het is vandaag vrijdagavond. En sorry dat ik gisteren niks heb gefilmd. Maar gisterochtend was Miel hier. En daar moest ik heel dag stage lopen tot 9. En ik ben nu eindelijk thuis van stage. Of nou, het is alweer wat later op de avond. Maar ik ben zo, zo moe. Dat is echt niet normaal. Volgende week mag ik gelukkig van donderdag van 9 tot 6. Dus ik denk dat dat wel echt een hele hoop veel schelen. Heel raar. Ik heb dus vanmiddag de preset van Rianne Meijer gekocht. De nieuwste. Maar het lukt me gewoon niet om ze in mijn Lightroom te zetten. En het is zo frustrerend, want ik ben er echt gewoon een uur mee bezig. Maar oké. Ik ga vanavond niks meer doen eigenlijk. Omdat morgen moet ik eerst over, of ga ik eerst sporten. Daarna moet ik overdag werken. Met zwemles geven. Sporten met Zoe. Daarna moet ik werken. En daarna ga ik Jet ophalen. Want morgenavond gaan we met z'n allen naar Awakenings. En daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Dat is een festival in Eindhoven. Daar ga ik met Jet, Miel, Kay, Storm, Nigel en Joek heen. We zijn met z'n zevende volgens mij. Ik weet niet. Zeven, zes. Zes. Ja, nou, in ieder geval. We gaan met een groepje en dat is echt heel erg leuk. Normaal gaat Zoe ook altijd mee. Maar die komt nu niet. Dus dat is echt heel erg jammer. Maar ik heb er wel echt super veel zin in. En ik had dus nog iets nodig om aan te trekken. Of nou, nodig. Ik wilde dus heel graag zo'n topje als dit. Ik ga het even proberen te laten zien. Zo'n topje met van dat kant hier zo. Ik weet niet of je het goed kan zien. En deze is van de H&M. Maar ik zag hem dus als pyjama setje. Met zo'n satijnen broekje. En dat satijnen broekje had ik dus nog nodig voor mijn verjaardag. Want ik ga natuurlijk een pyjama birthday dinner houden. Dus moet iedereen zijn pyjama. En ik vond dit wel leuk voor met mijn Love Stories pyjama blouseje. Dus ik dacht dat is mooi 2-in-1. Dan heb ik en dit broekje en dit topje morgen aan te trekken. Ik denk dat ik een spijkerrokje erbij aan wil doen. En dan mijn legerjasje een beetje zo over mijn schouders heen. Maar dat zie ik morgen wel. Dus die in ieder geval. En dit is trouwens die tas die ik had gekregen. Ik zal morgen in daglicht nog even beter laten zien. Maar hij is dus van echt leer. En ik heb dus al een echt leren tas. Oh, er zit trouwens ook een rits in. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar hij is dus van echt leer. Maar ik heb er dus al eentje. Dus ik ga deze aan mijn moeder geven. En ik moet mijn camera nog steeds in de oplader doen. Ik was dus vergeten. En toen heb ik hem net even opgeladen. Dus hij was 2%. Daarom ben ik nu even snel aan het filmen. Ik zie dat hij nu nog maar 1% is. Dus wat ik nu ga doen is proberen die presets te regelen. Want ik word er echt een beetje gestoord van. Dat hij het niet doet. En voor de rest van de avond ga ik lekker uitrusten. Bijkomen. En dan morgen naar Awakening. En ik heb er ontzettend veel zin in. Echt bizar veel zin in. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. En zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik mijn werkbadpak aan. Want ik moet zo meteen werken. Maar eerst ga ik even sporten met Zoe. Vandaar dat ik mijn sportlegging aan heb. Deze is van de H&M. Die heb je in mijn vorige week vlog kunnen zien.
wat ik zo chill vind om op zaterdagochtend te sporten is omdat ik werk dus en sport dus in hetzelfde gebouw. Dus als ik dan helemaal bezweet ben van het sporten met Zoe, kan ik daarna gelijk lekker het water induiken. En dat vind ik echt heel erg lekker. Ik moet tot 4 uur werken, van 12 tot 4. En daarna ga ik Jet ophalen. Want vanavond gaan we naar Awakenings. En daar heb ik echt onwijs veel zin in. Misschien zie je het wel in mijn hoofd dat ik geen make-up op heb. Maar goed, hè? Ik ga het zwembad in zometeen. Dus ik heb ook niet echt zin om make-up op te doen. En vind het ook een beetje onzin. Dus dat. Ik ga even me verder omkleden. Even een shirtje boven van de waslijn halen. Kijk hoeveel roze het is. Dat is niet normaal. Maar oké, even een shirtje van boven van de waslijn halen. En dan ga ik lekker sporten, werken. En vanavond naar Awakenings. Ik heb er zoveel zin in. Oh my god. Hallo allemaal. Weer zichtbaar. Aan het doen. Oh, heel wat ben je aan het doen, Fleur? Ik ben Yara aan het invlechten. Ja, we gaan twee van die vlechtjes zo. En dan doe ik op het einde zo'n knotje na, weet je. Ik laat vertel even waar we heen gaan. Oh ja, we gaan naar Awakenings. Ik zit de hele tijd er naar boven te kijken. En Zoe gaat uiteindelijk toch mee, want eerst zijn Zoe niet mee. Ja, ik Fleur heeft me overgehaald om toch mee te gaan. Maar Hoe zit het nou? Hoe kwam je erop om het in je verhaal te zetten, Fleur? Wacht hoor, ik ben helemaal de draad kwijt. Fleur, hoezo? Je zei het er gewoon over met Zoom. Ja, wij hadden het erover dat Zoe op Ticketswap zat te kijken, maar dat het daar ook best nog wel duur was. Ja, en toen zei ik van, zullen we het gewoon op Insta zetten, weet je? Misschien zijn er wel mensen. Ja. En toen kregen we een reactie en toen was het een goedkoop kaartje. Dus toen dacht ik, nou gaan we toch wel mee. Je moet. En je mag gratis met OV. Ja, dat ook. Ik krijg wel een arm. Ja, hè? Snel, hè? Krijg je dat. Ja. Maar ja, dus we gaan naar Awakenings in Eindhoven helemaal. Ja. Maar Awakenings, ja, zin in. Jij ook? Ja, ja Awakenings, zin in. Oh. Nou, ik krijg een lamar, hoor. Doei. Nee, Fleur, donder op. Wil je niet op het vlaggen? Ja, nee, nou, wij zijn helemaal klaar. Oké, ik ga even iedereen zijn outfit laten zien. Oh, ja. Oké, dit is Zoe. En dit heeft Zoe aan. Even voelen. Wat doe je? Ik vertellen wat ik allemaal heb. Ja, doe maar. Oh, en ook je Dr. Martens doe je erbij aan, toch? Oh, ja. Kijk, en ik heb haar haar gedaan. Daar waren we net mee bezig. Ja, oké. Nou, de tasje is van Fleur. Die is van Mathieu Jewelry. Ja. En deze weet ik niet. Deze is van Scotch & Soda. I like, I like. En deze broek is gewoon van de En straks je Dr. Martens. En dit heeft Jetja. Vertel ook even. Dr. Martens. Godverdomme, film haar hoofd. Sting. Nee. Ja, die is toch van de Sting, Sting of Sarah? Dit is van de Sting, dat zei. Dit is Thailand, niet koop, sorry. Dit is... Zelfgemaakt. Handmade. Dit is... wat zijn dit toch? Ja? Lofies. Lofies en Sarah. Leuk. Oké, we gaan zo meteen naar Miel. Zal ik jou ook even filmen anders? Anders. Nou, moet je niet meer filmen. Jasjes van Sarah. H&M. Ja, ik kan deze Kwai. Niet. Kwai. Kwai. Zara en mijn Sandra's. Oh ja. En we gaan zo meteen naar Miu. En dan gaan we daar met z'n allen eerst. En dan gaan we... Je kwam heel dichtbij. En dan gaan we daar naar Centraal en naar Eindhoven. En... Ja. Ja. Ik heb er zin aan. Doei. Nee, maar ik wil even alles in mijn hoofd legaal op orde hebben. Nou, dit is dus de echte Fleur, jongens. Niet illegaal, maar legaal. Nou, wij zitten even lekker sushi te vreten als voorbereiding. We hebben nog een bakje. Is dit? Tonijn hoeft niet, maar het is erg lekker. Oké, Fleur? Ja, dat vind ik hartstikke lekker. Jij bent echt... Godverdomme. Oh. Was het lekker? Ja. Sojasaus. Godverdomme.
helemaal, het is vandaag maandag. Ik heb gisteren helaas niet meer gevlogd na Awakenings. Wat echt heel erg gaaf was. Ik heb het zo erg naar mijn zin gehad. We waren pas om 11 uur in de ochtend thuis. Want het was rond 8 uur afgelopen. Of om 7 uur afgelopen. Maar we moesten nog 2,5 uur met het openbaar vervoer. En dat was zo ruk. Maar ja, om 11 uur waren we dus thuis. We hebben met z'n allen bij Milan geslapen. Dus dat was echt heel erg leuk. Een soort slaapfeestje of zo hadden we. Maar we gingen pas om 11:30 slapen. En werden om 5 uur wakker. En Miel en ik gingen pas om 9 uur in de avond eten. En het was gewoon echt een heel raar dagje gisteren. Vandaar dat ik nu pas weer aan het vloggen ben. Maar ik heb het echt onwijs leuk gehad. We waren echt met een hele leuke groep. Dus ja, echt voor herhaling vatbaar, om maar zo te zeggen. Ik ga hierbij wel gelijk de weekvlog afsluiten. Want dan kan ik beginnen met de nieuwe weekvlog. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot in de volgende weekvlog.